Ja, dames en heren, de wedstrijd Sliedrecht Bennekom is zojuist afgeworden. Een dik verdiende 4-1 voor Sliedrecht. Nog gefeliciteerd, Michel Langerak. Maar als trainer moet je er toch slapeloze nachten van krijgen als ik zie hoeveel kansen ik in de tel kwijtgeraakt. Nou ja, en dat is vrij negatief. Ik moet wel zeggen dat we qua spel echt heel goed speelden. Heel veel druk op de tegenstander. Met heel veel loopvermogen, heel veel diepte in ons spel. We creëren ongelooflijk veel kansen. He, ja, als het ware houden we nog een beetje in leven. He. Want ze komen nog terug op 2-1. Hadden we even een klein momentje, zonder dat hun gingen weer de bovenliggende partij waren. Kan het ze zijn, bal ertussen en dan kan nog 2-2. Maar eigenlijk waren wij ver bovenliggende partij. Gelukkig drukken toch een resultaat uit. Maar ik vond ons heel erg goed en sterk spelen. En met ongelooflijk veel kansen creëren. Alleen, ja, jij scoort gewoon te weinig. Ja, het was echt een genot om te zien om Sliedrecht te voetballen en vooral tactisch te zien. Want de eerste helft, kijk, toen was Van Hallingen op links. Die speelde wat terug met de punt meer dan achter, zou ik het maar noemen. En toen moest hij verdedigen en inschuiven. Daarvoor kreeg nummer 9 van jullie, Verhoef, kreeg de ruimte en die benutte hij ook goed. Ja, nou, je zag dat een 4-4-2 speelde. We kregen ongelooflijk veel ruimte aan de zijkanten. Met name wat vorige week niet goed was, niet goed mee omging aan de zijkant, maar nu echt. Heel goed, we waren continu dreigend. We waren continu dreigend. Alles was vooruitgericht. Tegenstander moest achter hun aanlopen. En daardoor komen wij in ons wedstrijd en moeten hun continu keuzes maken. Ja, dat ging wel eens verkeerd bij Bennekom. En wij konden er op een dermate manier van profiteren. Hè? Met de diepgang van Dennis, ook vanaf de zijkanten. Maar ook van onze middenvelders. Ja, ik moet zeggen, dat is echt, hebben het heel goed gedaan. Ja, dat klopt. En als je 70 minuten heb je één kans weggegeven. Dat was dan een buitenspeldoelpunt, dacht ik altijd. Daarna kreeg je eventjes, dat heb je in elke wedstrijd wel even, dat terugvalletje even. Ja, ik dacht ook, had er meer mensen van jou wouden scoren. Dus een beetje de organisatie was weg. En daar kreeg ik wel even een paar kleine kansjes door. Nee, ik vond meer dat eigenlijk, je weet dat de stand 2-1 is. Hij hoeft maar even raad te vallen, weet je wel, ja, dan kan de kans op 2-2. Maar niet dat hun dat anders gingen spelen of opportunistisch gingen spelen. Qua spel hadden we het vrij onder controle. Alleen dat sluipen dan bij je eigen ploeg een beetje in. Ja, het zal toch niet, weet je wel. Maar gelukkig maken we gewoon op het juiste moment weer 3-1. Maak juist moment 4-1 en de wedstrijd gespeeld. Ja, dat klopt. En het is een mooie revanche van vorige week. Er zijn ook wedstrijden die zitten erin. Daar je met veel hoop weggaat. Want het ging goed in de voorbereiding. Nou ja, verliest 2-1. Maar als je vandaag ziet, dan is het toch geweldig. En ook echt wel genieten op de kansen hadden. Ik moet heel zeggen, ik heb als trainer genoten. Streven altijd naar perfectie. Maar wat de jongens vandaag hebben laten zien, dan moeten die jongens een heel groot compliment geven. Het was een genot om naar te kijken. Ik denk de mensen die deze wedstrijd gezien hebben, die hebben een geweldige wedstrijd van onze kant gezien. Dus in dat opzicht overheerst dat op alle vlakken. Nou, we gaan wel eens naar een hogere wedstrijd, tenminste die hoge klasse gespeeld worden. Maar dan heb ik dit nog niet gezien hoor. Nou, dat is mooi. Dat is een groot compliment. Hè. Dus ze werken wel hard voor. Daar stemmen we alles op af. En als dit dan eruit komt, dan is het een enorm genot. Michel, als het doorgaat, zie ik jullie een mooie toekomst tegemoet gaan met je elftal. Dankjewel. Oké, en ook bedankt hè. En succes. Dennis Verhoef, ja. De man van de wedstrijd. Het was geweldig wat je vandaag kunt zien. He, je was overal bij betrokken, je was overal alert op en dan als klap op de vuurpijl 4 keer scoren. Heb je dat wel eens meegedaan? Ja, heb ik al meegedaan. Echt waar? Ja, vooral in de jeugd hoor. Maar ja, ik heb het al vaker gedaan, voor mij 2 jaar geleden nog. Ja, het was echt mooi. De verhaal, die eerste vond ik heel mooi, dat was de koppeldag. Ja. Dat was echt een mooi doel. En ook een keer alert wees dat een verkeerde terugspeelbal van jullie, ja, dat was belangrijk. Maar wat ook al even in de wedstrijd, jullie speelden heel goed. Dat zeg ik net tegen jullie trainer ook. Maar toch geef je vanaf die 70e minuut, laat je weer even de teugels vieren en dan zou je het nog moeilijk krijgen. Ja, nou ja, dan is het even billen knijpen dan. Eigenlijk is het beste je kan doen is wachten tot op een uitval en scoren. En dat duurde nu wel heel lang. Maar gelukkig gebeurde het. Ja, het zou zeer onterecht geweest zijn als het 2-2 geweest. Maar ja, voetbal kan alles gebeuren, ja. Weet je. Ja, zo ziet je, vorige week verlies je met 2-1. En als ik het dan zo lees in de krant, dan was het een draak van de wedstrijd van jullie kant. Maar dat ik vandaag zie, is het echt op hoog niveau geweest. Ja, nou ja, we kunnen het ook. Vorige week was ook gewoon een dwaalspoor. Ik weet ook niet wat er precies gebeurde met ons. Het was allemaal zo tam en zo lam. En dan zie je dat vandaag vanaf minuut 1 klap je erop. En dan
maak je heel snel 1-0. Ja, dan moet je al 2-3, 4-0 in de rust staan. Maar dat gebeurt dan niet. Nou ja, snel na de rust, dan scoor je de 2-0. En dan denk je, dan komt de 3-0 ook wel. Maar ja, helaas de 2-1 komt dan nog, wordt nog even spannend. Maar gelukkig hebben we gewonnen en daar gaat het om. Hè. Ja hoor, en dat is ook dik verdiend. En net waar je zegt, ik heb de kans op een gegeven moment niet meer geteld. Want dat waren er verschrikkelijk veel. Die keeper was ook ontzettend goed trouwens van Hulli, hoor. Die hield er ook een paar uit. Ja. Maar ja, er waren ook wel een paar 100% kansen die erin gemogen hadden. Ja, dat klopt helemaal. Dat sluit me helemaal bij aan. Ja. En bij Bennekom, hij vorige keer begreep ik ook net, hij ook al een keer 3 keer gescoord. Ja. Klopt hè? Ja, 2 jaar geleden inderdaad. Met de na-competitie. Toen moesten we geloof ik 8-2, of moesten we met 4 doelpunten verschil winnen. Toen wonnen we met 8-2. De wedstrijd begon eigenlijk. Dus, toen waren we door en waren we ook gepromoveerd. Nou, ik denk dat het ermee te maken heeft dat het gelijk van het begin al lastig staat. En dat Sliedrecht natuurlijk heel veel bewegende mensen op het middenveld had. Ze kregen natuurlijk doordat wij 4-4-2 spelen, waren hun backs vrij. En er zat heel veel diepgang in. Nou, dat vingen wij ook niet goed op het middenveld. We stapten uit, waardoor er in de rug bij die man weer heel veel ruimte kwam. Liet zich er weer 1 inzakken. Ja, en dan werden we eigenlijk vanuit de combinatie werden gewoon weggespeeld. En, ik moet heel eerlijk zijn, als het gewoon met de rust 5-6-0 is, daar hebben we gewoon helemaal niks te zeggen. En, dat is een hele vervelende constatering, maar ja, het was wel een feit op basis van de eerste helft. Ja, die wedstrijd heb je ertussen. Ik vond jullie keeper wel ontzettend goed, want die heb je echt even pauze in de wedstrijd gehouden. Ja, kijk, het is nooit goed als natuurlijk je keeper de beste man van het veld is. En dan heb je het niet goed gedaan, maar hij heeft echt verschrikkelijk goed gekiept. En daar heeft zeker niet aan gelegen, maar nogmaals, en met de rust kan het gewoon 5-6-0 zijn. En dat is niet goed. Ja, ik zeg ook, Sliedrecht was gewoon een gedrevene ploeg. Gelijk van het begin af zat ze erop. Ze hadden elke tweede bal. Ja, het was ook een beetje frustrerend. Maar ja, het blijft altijd voetbal, zeg ik. Je komt de 70e minuut op 2-1. Rond de 70e minuut, dat het was. En toen hadden jullie even de overhand. Nou, ik moet zeggen, het is natuurlijk bij de rust gewoon 1-0. Nou, dan ga je nog de rust in met het verhaal van... Er is nog niet gespeeld, ze laten ons in leven. En we zetten ook iets anders neer. Dan denk ik van, beginnen we gelijk, begin tweede helft, is het even redelijk. Maar ja, dan krijg je net een misverstand tussen mijn centrale verdediger die bal tekort terugspeelt. Ja, en dan wordt het in de 48e minuut is 2-0. Ja, dan wordt het wel lastig, moet ik zeggen hoor. En dan raapt iedereen zich wel bij elkaar. En dan komen we dan op 2-1. En dan blijft het eigenlijk tot de laatste minuten blijft de wedstrijd inderdaad. Ja, ik zeg, jullie verdediging was altijd even een paar keer erg slordig, hè? Ja, daarvoor had daarna Jonathan ook nog een bal die te kort teruggespeeld wordt. We hebben ballen die net ertussen vallen achter de verdediging, waar mijn keeper echt ver uit moet komen. Waar ik denk van ja, als je gewoon goed staat, dan onderschep je die bal al. Ja, dat was niet goed vandaag. Ja, en de eerste wat mij opviel, Sliedrecht die speelde met de linksbuiten, met die donkere jongen, een beetje teruggestrokken. Dus jullie verdediger die stapte elke keer uit, eentje erin. En dan kon die spits, en die ook 4 keer scoorde, kreeg ook veel vrijheid daardoor. Nou, dat begint eigenlijk al dat die back opkomt en dan met rechte middenvelder uitstapt. En dan komt er in zijn rug natuurlijk veel ruimte. Dan moet ze door en dan komen ze aan de andere kant niet door. Ja, dan laat iemand zich erin zakken en dan krijg je hem weer de ruimte daarachter om tussen die... linkercentrale en die back door te gaan, ja. En dan geef je gewoon te veel ruimte weg. Oké, trainer, het is nog een lange competitie. Je hebt van de week wat te doen om het weer een beetje op poten te zetten. Hè. Zo werkt het nou helemaal in de voetballerij. En volgende week ga je weer verder. Dat is ook zo. Alleen, ik moet wel zeggen dat dit gewoon wel een hele goede ploeg was. En dat komt misschien mede doordat wij die ruimte weggeven. Maar ze hebben er heel goed gebruik van gemaakt. En een hoop kansen gecreëerd. En dan is 4-1. Ja, dat is meer dan terecht uitslag. Ja, ik ook. In ieder geval nog bedankt en in ieder geval succes verder, hè. Ja, dankjewel. Ja.